deze nieuwsuitzending wat extra grappig. En die is vooral bedoeld om de geheimen te verklappen van gesprekstechnieken. En tevens bedoeld dat jullie die regels over kunnen nemen. Dat moet je oefenen. Het is een set van regels. En die moet je niet af en toe toepassen, nee, de hele tijd. Tijdens het gesprek. Als je je houdt aan die regels en die ander niet, dan weet jij al hoe laat het is. En een gewaarschuwd mens telt voor twee. Dat is een goede gesprekstechniek. Dat moet iedereen leren. En zo moeilijk is dat niet. De taal die om ons heen gesproken wordt, is oftewel van het babbel-die-babbel Engels-Frans. Of het is te ingewikkeld en het heet het Duits. Al los van dat, er zijn ook mensen hier in Nederland die zijn, nou, ze hebben niet die Nederlandse feel. Hè? Die meisje gaat met die jongen naar die feest in die straat. Je. Daar gaat de gesprekstechniek niet over. Die mensen die het verschil tussen die en dat, en hoe is dat allemaal in elkaar? Het begint allemaal met de man, de vrouw. Nederlands is niet seksistisch. Dat is het eerste wat je moet leren. Maar het is het kind. Dus je zou kunnen zeggen de heilige drie-eenheid. Waar die katholieken allemaal zo copyright van claimen. Met moeder Maria. Die zit in onze taal. Ingebakken. En in het Duits kom je dat ook tegen, hoor. Ik weet dat in Nederland er gemeenschappen geweest zijn waarbij de kinderen, alle kinderen, tot en met hun zesde in een jurk liepen. Dat was reuze handig. Je hebt een bunch met kinderen. En die moeten allemaal wat textiel om. En kinderkleertjes maken met naaimachines en elektriciteit. Ja, dat hadden die mensen niet. Dus die maakte jurken. En dan als een kindje echt mee gaat doen, vanaf het zevende jaar of zo, dan gaat het tanden wisselen, dan gaat het een jongetje worden of echt een meisje worden. Ja, dan kreeg een meisje ook echt een mooi kleerke. En die jongen die kreeg een broek. Dus het woord het voor het kind, het jongetje, het meisje. De baby. Een hele mooie om dat te snappen. Want een baby, dat is een tiran. Ik heb er eentje meegemaakt. Gelukkig is hij inmiddels 18. Ja, ik heb er meegemaakt. Zo wat ik net hoor. En het hele huis, dat stonk naar haar excrementen. Die roken weliswaar heel zoet. Dus ik kwam echt zo. Baby in huis. Het is de baby. Oké, dat is de beheersing van het Nederlands. Een gesprekstechniek moet je ook kunnen in het Engels. En uiteindelijk, ja, het zal fijn zijn als je dat ook kan doen in het Spaans. Dan moet je wel Spaans leren, dat schijnt niet zo moeilijk te zijn.
Daar hebben ze ook mooie essentiële woorden. Maar dat is de kennis van de taal aan zich. Daar gaat de gesprekstechniek niet over. En die verschilt van taal tot taal. In het Amerikaans, het Engels, daar vloeken ze heel veel. Nou, dat moet je zonder meer niet doen. Het is ongelooflijk dom om dat te doen. Denk je bij je gesprekstechniek in, die jij gaat toepassen, hopelijk. Gewoon op, bij familie en vrienden, maakt niet uit. Die moet dezelfde techniek zijn als de techniek die gebruikt wordt door verkopers. En ik heb verkooptraining gehad. Daar gaat het mee over. En wat is nou het verkopen? Maar verkopen is, er wordt gezien, dat is een beroep. Dat doe je niet, want dan smeer je andere mensen producten aan. Dan heb je die serie gehad van Married with Children. En die man was schoenenverkoper. Nou, eigenlijk zou je dat wel willen zijn. Dan mag je de hele dag bij die mooie vrouwen allemaal de schoen, ja, je snapt het wel. Married with Children. Je moet erom durven te lachen. Zo heel erg leuk is het niet, maar er zitten wel hele pikante. Ja. Ik heb het mijn dochter laten kijken en nou, zij vond het maar af en toe wel grappig. Maar het verkopen is natuurlijk meer dan het passen van een schoen. Die klant komt bij jou. Denk je even in dat jij Al Bundy bent. Het is denk ik goed om het even die rol aan te nemen. En die klant komt bij jou en jij moet van die schoenen af. En of die schoenen nu echt goed zijn. Het kan zijn dat je een schoen verkoopt en er komt een klacht op. Dat is niet jouw probleem. Want jij bent alleen maar de verkoper. Dat is je rol in de gesprekstechniek. Dus als jij op een verjaardag komt, dan ben jij gewoon Al Bundy. Met allemaal schoenen te verkopen. En het maakt je niet uit wie je wat maar aansmeert. Dan ben je van je schoenen af. Bij de verkoop is het heel belangrijk dat jij als verkoper de leiding hebt van het gesprek. En dat kan dus. Ik ga het jullie nu vertellen hoe je dat doet. Als het lukt, want je hebt natuurlijk ook mensen die komen alleen maar de winkel binnen. Omdat ze, ja, het is koud buiten en het regent een beetje. En ze denken, kom, wat is hier allemaal te koop? Maar ze willen helemaal niks kopen. En wel allemaal vragen stellen. En dan moet je je ogen open houden voor een klant die dus binnenkomt. Waarvan je al kan zien, van oh, die heeft nieuwe schoenen nodig. En dan zeg je tegen die mensen die daar alleen maar staan te schuilen voor de regen. En dan zegt hij, heeft u één moment, u kunt daar nog verder kijken. En onze nieuwe collectie komt volgende week. Ik heb hier een brochure voor u. En dan ga je naar die eigenlijke klant. En dan zeg je, hey Karel. Wat kan het wezen vandaag? En dan kan je ook rustig tegen Karel zeggen, van ja, ik heb nog een paar staan. Ja, die raak ik aan de straatstenen niet kwijt, want niemand wil met zijn gekke schoenen lopen. Maar als ik naar jou kijk, dan denk ik van, wacht. Kijk, tientje korting. Ja, daar ben jij van je schoenen af. Een of andere Elvis Presley variant met wit leer. En dan smeer je gewoon die klant, smeer je die schoenen.
En misschien heb je hem wel besodemieterd, want dat je destijds dacht, dit zijn zulke bijzondere schoenen, die zet ik weg in de etalage voor 160 euro. Is er nooit wat geworden. Ja, ze waren maar 3 tientjes inkoop. Ik dacht, het waren zulke bijzondere schoenen. Dus ik heb van die 160 euro 10% afgehaald. Dan hou je altijd nog 144 euro over. En ik had de inkoop van 3 tientjes. Dat is heet verkopen. Mensen willen bevredigd worden in hun behoefte. Dan verkoop je maar wat mafs. Je hoeft echt niet bang te zijn dat als je de verkoop ingaat, dat je dan leert om bommen te verkopen aan Irak. De meeste verkoop is gewoon, ga je verzekeringen verkopen. Het is ook leuk. Ik zou het niet doen. Ja, verzekeren dus, hè. Ik zou het niet verzekeren. Het is een soort van debit-credit spel, waarbij de verzekeraar wint, maar... Maar daar hebben ze ook uitstekende gesprekstechnieken. En omdat ik dat weet, heb ik ook hele leuke gesprekken met die mensen. Er is een tijd geweest, dat zag ik weer, dat ik door zo'n callcenter gebeld werd. En ik denk, ha, had ik toch eventjes net een kop koffie gehaald. Toch even geen zin om te werken. En dan krijg je zo iemand aan de lijn. En lachen, man. Even zo'n jongen aan de lijn gehad. Ik zeg, jongen, dat is al 6 uur geweest. Dan moet je niet een keer naar huis. En ook van die vragen van... hij wilde mij per se wat aansmeren. Dat begrijp ik. Dat heb ik ook aan hem uitgelegd. Want jongens, geen probleem. Je mag ook nu ophangen. Maar ik wil gewoon dat dit gesprek goed overkomt op jouw volgende evaluatie. Want dit wordt toch opgenomen, of niet? En hij zegt, ja, dit wordt wel opgenomen. Het is mooi zo. Nou, zullen we er een mooi gesprek van maken? En hij probeerde al die uitgangen gewoon alsnog te pakken. Ik heb wel ratten in mijn huis gehad. En die zijn ook zo slim. Roets ging je van de ene kant naar de andere kant. En ik zo, ho, 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 ho. Want ik had helemaal verwacht. Het is zo leuk om met mensen te praten. Als ze echt getraind zijn. Net als een hond. En dan kan je spelen met een hond. Ik kan spelen met een verkoper. Ik weet precies wat hij geleerd heeft. Arthur Schopenhauer heeft daar... Dat zou je dan ook... Daar zou ik een aparte uitzending over kunnen houden. En dat boekje heet zoiets als De Kunst van het Liegen. Hij noemt het De Kunst van het Gelijk Krijgen. Dat zijn al die smerige techniekjes die erin zitten. Maar die kan je ook gebruiken als verkoper. Wat is dat nou? De klant die zit te liegen. Die zegt iets wat helemaal niet waar is. En dan pas je een van die regels toe van Arthur Schopenhauer. Net als een Britje. Die denkt van oké, als jij je ruit de koning erop gooit. Dan ben je nou de boek, jongen. En dan verander je van strategie. Die regels zijn ook heel belangrijk om te snappen. Die Arthur Schopenhauer heeft opgezegd. Het waren maar vluggeschriften, hoor. Het was niet uitgewerkt. Het is posthum gevonden. Dus na zijn overlijden. Het waren aantekeningen. Want hier ga ik nog een boekje over schrijven. En dat worden de volgende dingen moeten er allemaal in. Dat is een best goed idee als je zelf ooit een boek wil gaan schrijven. Om eerst de grove lijnen neer te zetten. En die ga je dan stuk voor stuk uitwerken in een eerste poëtische, prosaïsche dingen. En dan daarna ga je weer indelen. Top-down gaan schrijven. Een mooi voorbeeld daarvan is het werk van de Joodse filosoof Ludwig von Wittgenstein. En dan dat eerste boekje van hem.
erg ingewikkeld. Taalkundig zit dat mooi in elkaar. In de zin dat het duidelijk is ingedeeld. Dat er een voortgang in zit. En een mooie structuur van de hoofdstukken. Hij doet iets heel grappigs met paragraaf 1.a, 1.b, 1.c. En daarnaast 1.1. 1. Hij deelt het op twee. Hij heeft een intro. En dan komt hij met vragen of en antwoorden. Het is echt heel leuk opgesteld. Tractatus Logicus Philosophicus, zo heet dat werk. De TLP. Mooi taalgebruik. Zo kan je niet een verkoopgesprek gaan doen, natuurlijk. Nou, waar gaat een verkoopgesprek, dus de gesprekstechniek, nu over? Dat is dat je alleen dat zegt wat gezegd kan worden, mag worden en moet worden. Gesprekstechniek is je onthouden van onnodige woorden. Stiltes. Kunnen door de opponent gebruikt worden om iets onverwachts te gaan doen. Dan heb jij iets over het hoofd gezien. En heb je een vraag. Als het gaat om de aanschaf van een auto van 37.500 euro. Ja, als die mensen hun handtekening zetten. Dan staan ze te boek. Mensen hebben rust nodig om een nieuwe situatie te accepteren waar ze voor gaan betalen. Het is een gouden regel in de autoverkoop dat er belde een man en die zegt ja, ik wil een nieuwe Mercedes of een mooie Toyota. Toyota is een goede auto hoor. Kijk maar naar die Isus. Het is allemaal Toyota. Dan kon zo'n man langskomen voor allemaal toestanden. Nou, dan kan je een ritje maken, en een koffie, en die brochure erbij. En dan de opties. Dan wil je leer of wil je een stof? Of welke kleur moet het zijn? Dat mocht allemaal wel, maar zijn vrouw moest erbij zijn. Anders ging het hele feest niet door, tenzij je vrijgezel was. Dus als je op jezelf woonde, ja, dan heb je geen vrouw, ja, dan mag je in je eentje langskomen. Maar niet als je een vrouw hebt, die moet wel mee. Ja, dat zijn de trucs. Want jij als verkoper, je doet dat niet voor niks. Snap je hoe dat afloopt als een man een vrouw heeft en dan heb je die man een lekker middagje laten rijden. En nog koffie gegeven, nog een sigaar gerookt, geouwe hoerd over, ik weet niet wat. En dan zegt die man, oké, ik ben akkoord. Ik ga nog even overleggen met mijn vrouw. Ja. Nou, dan kun jij de koffiebekers op gaan ruimen en een doekje over de tafel halen. En dat was het dan.
dat wordt geen sale. Ik ken ook een autoverkoper, die vertelde mij dat. En dat hij daar ook mee speelde. Dat hij gewoon zat te wachten tot die man zou zeggen, ik moet even naar het toilet. En dan dacht hij, God gezegend, halleluja. Ja, en die man zei, ja, het toilet is daar, de gang door en dan de eerste rechts. En dan vind je het wel. Hij zei, en dan ging ik die vrouw bewerken. Had ik die vrouw eindelijk voor mezelf. En dan ging ik aan haar een paar vragen stellen van, wat vind je nou belangrijk aan een auto? En die vrouw zou vertellen van, nou, ik vind dat belangrijk aan een auto en dat vind ik belangrijk aan een auto. En jij helemaal zo tjuk, 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 registreren. Net als de Terminator met Arnold Schwarzenegger. En registreren. Ja, oké. Nou. En dan zeg je zo tegen die vrouw, ga je knikken? En dan zeg je, nou, ik denk dat het allemaal wel te regelen is. Hoor. Even wachten tot je man terugkomt. Maar ik denk dat het allemaal goed zit. Zullen we even wachten? Nou, dan wacht je gewoon rustig met die vrouw. En dan gaat die vrouw iets zeggen van, wat een leuk kantoor heb je hier. Oh, nou, dankjewel. Gewoon afwachten. Net als een cobra in het gras. Of een krokodil. In de rivier, waar leven die dingen? Dat is je gesprekstechniek. Je gesprekstechniek is eigenlijk alleen maar een vraag. De moeder van mijn kind, die heeft sociologie gestudeerd bij de, toen heette dat de Katholieke Universiteit Nijmegen. Die naam vind ik prima, maar dat mag niet meer, dat heet nou Radboud. Maar het is hetzelfde, geen enkel probleem. Behalve dat het wel was, ik heb daar ook jaren in de rondte gelopen. Eerst als student en toen als labswans. En dan werkte ik als studentassistent. Toen ging mijn hoogleraar erover klagen. Van ja, maar dit is eigenlijk niet de bedoeling. Want jij loopt hier een beetje les te geven voor 3 euro per uur of zo. Was er dat. Hij leefde dat op. Moest ik wel zelf reizen. Ja, ik had een auto. Ik vond het leuk met die kinderen. En de moeder van mijn kind, die heeft dat dus ook in de rondte gelopen, destijds. Dat was jaren daarvoor. Ik leerde haar kennen toen ze 30 was. En toen ze 18 was, toen zat ze daar. De afdeling sociologie. En zij was er achter gekomen. En dat maakte indruk op mij, want op die opmerking heb ik heel lang lopen kouwen. En ze heeft gelijk. Zij is bewust gestopt met het volgen van die studie, want ze zei, met het stellen van de vraag beïnvloed je het onderzoek naar de waarheid. Je kan in principe opzettelijk verkeerde vragen stellen. Als onderzoeker. Sociologisch onderzoeker. Om, ik ga kijken of er een verband is tussen A en B. Waarom mag dat? Want met het stellen van een vraag creëer je al een schisma. Alsof er met A iets anders aan de hand is als met B. En A en B zijn dan 2 bevolkingsgroepen.
Je kan onderzoek gaan doen. Want wat zijn de grootste conflictprobleemtoestanden tussen Nederlanders en Mohammedanen? Met het stellen van een vraag stuur je de publieke opinie een bepaalde kant op. Heel flauw gezegd, op een verjaardag kan je vragen: regent het? Terwijl de zon buiten schijnt. Het is 23 à 24 graden. Dat mag. Doe het eens. Heb het lef. Wees vrij in die dingen. Dus even op die verjaardag, dat zei je natuurlijk, iemand zat te zeuren, echt zeuren. En toen denk je van, kom, een geintje. Tuurlijk mag dat. Moet je wel mee oppassen, want niet iedereen stelt grapjes op prijs. Soms ga je te ver, maar ja, als je nooit te ver bent gegaan in je grapjes, ja, hoe kan je dan weten waar de grens ligt? Een rotte tomaten iemand. En je gesprekstechniek? Je onthoudt je van een aantal woorden zonder meer. Een goede gesprekstechniek stijgt uit boven de taal, de syntax die je spreekt. Als je een goede gesprekstechniek hebt, kan je dat ook toepassen in het Engels en in het Frans en in het Spaans, Italiaans. En mensen zullen stom verbaasd zijn. Want de meeste mensen die kletsen maar wat. En gebruiken vieze woorden. Een vies woord, dat is een woord met een uiterlijkheid. En een zogenaamd heldere innerlijkheid. En die laatste innerlijkheid is in twee delen verstopt. Het is een soort combinatiebom. Het is heel erg lelijk om in een gesprek de woordvoerder te interrumperen met de woorden: dat kan je nou wel zeggen, komma, maar. Dat is een belediging van jouw opponent, jouw tegenstander, jouw discussiant. Degene die de discussie aan het voeren is en jij participeert in die discussie. En je komt binnen met deze inschuiver. Laten we beginnen met dat kan je nou wel zeggen, komma, maar. En dan de rest. Dit is absoluut verboden in de gesprekstechniek. In de verkooptechniek. Het woord maar wordt niet gebruikt.
als jij twee conjunctie wil uitspreken. Een conjunctie, dat is de samenvoeging van twee ware termen. En als die samen waar zijn, is de conjunctie ook waar. Een conjunctie kan zijn, het regent, ik heb paraplu's. Die twee zinnen hebben niks met elkaar te maken. Dat zijn het eerste, het regent, dat is een conjunct nummer 1. En die tweede is, ik heb paraplu's. Dat is meervoud, dat laatste. Dat geheel, dat noem je een conjunctie. En het kan heel informatief zijn voor de groep. Die horen in één keer wat er is. Om een conjunctie duidelijk te maken, kan je het woord gebruiken en. De pauze, mits goed gepland. Denk aan Morsecode. Meneer Morse heeft het uitgevonden. Korte pauze, lange pauze, korte pauze. Pauze taaltje. En in Morse had je waarschijnlijk ook een conjunct. Een punt. Zo gebruiken we dat. Zo verbinden wij conjuncten. Dus dan maken wij conjuncties. Met de punt. En bij het schrijven van proza, dan heb je het probleem dat je conjuncten hebt, dus conjuncties hebt binnen één conjunct. Dat wordt zoiets als het regent, de bushalte is ver weg. En ik heb een paraplu. Nee, ik heb paraplu's. Dat het regent is op zich niet erg, maar sommigen zijn ervan overtuigd dat de bushalte aan de overkant is, maar die zijn te dronken. De bushalte, of die bushalte is verlegd. En we moeten naar het Mercatorplein lopen. Dan heb je dus die twee conjuncties van het regent en de bushalte is best ver weg. Dus dat is één ding. En ik heb paraplu's. In de taal doe je dat met komma's en punten. En alinea's. Goed gebruiken om je taal gewoon in brokjes te verdelen. Maar dat is het geschreven woord. En jij als verkoper, jou is die verjaardag van de familie in de maag gesplitst. Of whatever je maar moet doen. Met z'n allen naar de Achterhoek. En het zal wel leuk worden. Maar je wilt er wel wat leuks van maken. Je wilt het gesprek domineren. Jij wil dat als die andere feestgangers de volgende ochtend wakker worden, dat ze jouw vragen gehoord hebben. Want jij gaat iets verkopen. En als je iets wil verkopen, moet je weten wat de vraag is van de klant. En hoor die mensen maar uit. Een verkoopproces kan lang duren. Je hebt trajecten meegemaakt, er gingen maanden overheen. Het ging om heel veel geld. Gesprekken met de bank. En de klanten dan. Ja, dat doe je even over.
Dan moet je ook geen genoegen nemen met een resultaat bij het eerste bezoek. Want het eerste bezoek is alleen maar een korte inleiding. En dan zie je de... Hoe moet ik dat zeggen? De formidabele afmeting van het probleem. Ja, dat heb je niet zomaar verkocht. Het was een geweldig project. Maanden over gedaan om binnen te halen. Jaren aan gewerkt. Met zweetdruppels op mijn kop. En veel respect voor die directeur. Was een vrouw en die rookte Caballero sigaretten. Net als mijn opa. Zonder filter. Had het mijn moeder maar geweest. Dan was ik nou directeur van het TNO geweest. Bij een gesprek. Maar je hebt ook telefoongesprekken. Als je telefoongesprek houdt. Hou goed in de gaten waar de microfoon zit van je telefoon. Het beste heb je een microfoon zoals ik die nu gebruik. Of een SM58. Dat je stem mooi doorkomt. Erg belangrijk. En ook werken met een headset. Doe even wat testjes. Ga gewoon even naar... Sorry dat ik gewoon zei. Ga naar... Skype, dan kan je checken hoe je stem overkomt. Erg belangrijk. Aan de telefoon heb je niets meer dan je stem. Dus geen kauwgom in je mond. Dat doe je maar tussendoor. Als je mazzel hebt, mag je roken op je werk. Maar dat mag denk ik tegenwoordig niet meer. Ik heb gewerkt voor een verkoopafdeling. Van advertenties. Helemaal heel hip. Nou, super. Ik vond het een superblad. Het ging alleen maar over reclame en marketing en al die dingen. En hun waren dus degene die... Jeetje. Dat was echt een Robin Hood firma. Want al die reclamebureaus, die zaten al in die tijd, man. Had je er heel veel. En die verdienden heel veel geld aan die klanten. En die uitgever, die ging juist die reclamebureaus als klant nemen. Geniaal. En gingen ze prijzen uitloven voor de beste, weet ik veel wat. En verkopen, jongen. En dan een boek uitbrengen. Ja, dat hoeft tegenwoordig niet meer, want het is allemaal gedigitaliseerd. Dat was het einde van het succes. Er werden advertenties verkocht. Nou, en daar zaten die verkopers gewoon te paf hoor. En niet zo klein beetje ook. En koffie, broodjes, zeg maar. Je mag eten zoveel je wil, maakt er niet uit. En ik hield in de gaten wat iedereen scoorde. En was ik met die verkoopmanager aan het overleggen over ja, wensen van zijn kant. Hij wilde meer weten wat iedereen deed. Meer inzicht in detail. Toen zei ik, nou dat is goed. Ik schrijf van een module, dan gaan we een heleboel loggen. En dan weet ik precies wie iedereen is. En zeg het maar. Ik heb allemaal die software geschreven. En we hielden dat heel nauwkeurig in de gaten. En er stond er een jongen, die heette zeg maar René. Maakt niet uit. Die zat echt helemaal onderin. Ik zeg, nou, dat is niet zo goed hè voor René. Wim Knoop heette die. Echt een hele goede manager. En hij is er heel tevreden naar me kijken. Hij zegt, ja, maar jij bent ook een domme computerprogrammeur.
ik heb hem gezet op het allermoeilijkste, slechtste rayon. En daar haalt hij veel meer uit dan zijn voorganger. Want het is een heel moeilijk rayon. Het is een stuk van Nederland, dat moet gebeld worden. Ja, en niet iedereen kan met die mensen daar in die business. Nee, dat ging niet per rayon, dat ging over bedrijfsbusinessen. Dus bouwbedrijven of zo. Ja, je moet maar bij een bouwbedrijf binnen zien te komen met een verhaal over een advertentie in een of ander boek. En dat is toch leuk, nou, voor die tijd dan stond je in de, wat heet dat? De grote, een of ander dik boekwerk werd er geprint. En daar sta je dan toch in met je bedrijf. Een soort gouden gids. Een bedrijvengids. En het verkopen. Het gaat alleen maar om dat doorgeven van jouw vraag. En wat vindt u belangrijk? Wat een hele goede is, hè, qua verkooptechniek, is de vraag, wat is je passie? Wat vind je nou echt leuk? En je moest eens horen wat je dan te horen krijgt. De laatste keren dat ik het vroeg, vroegen mensen zei, maar mij, nee, er zeiden mensen tegen mij, wat een goede vraag. Daar heb ik nog helemaal niet over nagedacht. Kan ik een momentje krijgen? Ja, natuurlijk. Zal ik een biertje bestellen? Want daar gaat het toch om. Er is geen betere klant die hartstochtelijk op zoek is naar jouw product en als een onzekere maagd naar binnen komt schuivelen en heel bedeesd in de rond kijkt en ze wil eigenlijk gewoon de allermooiste schoenen. Ze heeft ze 3 maanden gedragen als een domme blondine. En nou wil ze mooie schoenen. Want ze heeft die vernedering niet voor niets door de... Ja, ze wil nu mooie schoenen. En aangepast. Dus je hebt wel van dat soort schoenen. En zij zegt, ja precies, dat soort schoenen, maar dan zus en zo. En dan moet jij je catalogus gaan pakken. En zeggen, zijn het deze? En als zij dan zegt, dat weet ik niet zeker. Dan zeg je, nou, als we nou een deal maken. Ik bestel er 3. 2 daarvan stuur ik terug naar Duitsland. Eentje daarvan koop je. Of ik stuur ze alle 3 terug naar Duitsland. En dan ga je toch betalen. Nou, hoe kan je dan nee zeggen? Als klant. Als je die schoenen echt wil. En dan verkoop je de allerduurste huppeltje poep. Maar dat wil die bitch toch ook. Gun de meisje haar plezier. Je moest eens weten wat voor schoentjes er allemaal hangen onder die boerka's. En die schoentjes zie je wel niet. Dat is natuurlijk de bedoeling niet. Er zitten mooie schoentjes om. Dames schoenen is het allermooiste beroep. Verkopen die handel. Het woord en, even terug naar maar.
het gebruik van het woord maar, dat impliceert dat degene die voor jou iets heeft gezegd, een onduidelijke propositie heeft geuit. Je stelt de uitspraak van je opponent ter discussie. Dat hoor je niet te doen. Spreuken 15 vers 1 dicteert: een zachtmoedig woord vermindert de oppositie. Grimmigheid, wrok. Zo'n klant zegt... Jij hebt van die hele grappige verhalen over klanten in winkels, vooral met André van Duin. En die grimmigheid, die wrokgevoelens van degene die jouw vraag niet willen horen. Die verminder je met een zachtmoedig woord. Er is mij verweten. De moeder van mijn kind, die had het er altijd over. Ik hoefde alleen maar aanwezig te zijn en ik domineerde al. Ik zei helemaal niks. Ja, zei ze, maar hoe je kijkt. Ja, niks dus. En ik observeer, ik zie het wel. Vloeken, dat is ook zoiets, dat doe je niet. Niet. In de kroeg kan je zeggen: hé, kerel, wil je een biertje? En dan heb je ook je linkerarm over zijn schouder heen en dan schud je hem een beetje heen en weer, ook al weegt hij 20 kilo meer dan jij. En dan moet zijn man lachen. Want hij had net een heel erg droevig verhaal verteld. En je vraagt eventjes om een bierpauze. Ja, dan mag je een woord als klootzak of kuthomo of homo. Ja, dan mag dat. Dat is van onzin. Maar dat doe je niet tijdens een gesprek. Tijdens jouw verkoop van jouw vraag. En je kan een saaie verjaardag meemaken in overdrachtelijke zin. Dat je een vraag hebt en niemand wist een antwoord. Yep. Je bent schoenenverkoper en iedereen was op zoek naar een hoed. Ja, het gebeurt. En je overleeft die verjaardag. En anders dan verander je van tactiek. Dan denk je trouwens, ik wil eigenlijk... En dan heb je een last minute question. Dan kun je toch nog even lachen. Dus een woord als maar gebruik je niet. Letterlijk niet. Er zijn toepassingen. Je zou kunnen zeggen: dat zeg je nou wel, maar ik vind mezelf heel erg dom. Dan ben je clownesk bezig. En dat zeg je nou wel, dat is ook zo'n idiote opmerking. Van: mijn gehoorapparaat werkt, want ik denk dat jij net wat gezegd hebt. Is dat wel zo? Nou, kom op. Dat zeg je nou wel.
doe je toch helemaal niet? Bedenk goed, als jij de gesprekstechniek gaat beheersen, dan durf jij gewoon pauzes te laten vallen. En de eerste beste idioot die begint te ratelen, denk je, oké, jij bent de idioot vandaag. Ja, en dan ga je observeren. Laat ze maar praten. Een goede verkoper is vooral een goede luisteraar. Denk terug aan die autoverkoper. Die ook wel voelt dat die vrouw die domineert de hele meuk. En die vertrouwt die kerel voor geen dinges. En die, ik wil mijn eigen ding. En ik dacht, en die man wil gewoon een vette bak. Je kent die situaties toch. En jij moet verkopen. En dat kan ook andersom zijn. Er zijn ook vrouwen. Je hebt de biologische vrouw. Waarvan we hopen dat ze een keer een boek gaan lezen. En vooral een boek gaan schrijven. Zoals Arthur Schopenhauer heel zachtmoedig en bij stil stond. Van waar blijven die boeken van die vrouwen? In plaats van 5 tot 20 grijs. En l'histoire d'eau. Ik ken een vrouw die zei tegen mij. Ik heb het liefste seks zonder condoom. Dat vind ik lekkerder. Ja. Maar goed, boeken van vrouwen. We moeten er nog even op wachten. Aan de andere kant heb ik de menselijke conditie. Dat is niet in het Nederlands vertaald. Het is geschreven door Hannah Arendt. Le condition humaine. Ik zie graag een samenvatting van een van mijn leerlingen tegemoet. Een kort essay van 500 woorden. Wat dan heet over mijn confrontatie met de eerste pagina's van Le condition humaine van Hannah Arendt. Bij deze. Een flesje jenever uit Elten van 5 euro kan je opkomen halen bij Café de Wacht. Moet je wel een vrouw zijn. En je mag een penis hebben. Ingewikkeld, hè? Ik ken hele mannelijke vrouwen. Een mannelijke vrouw in mijn opzicht. Dat is een vrouw die denkt. Die haar kansen afweegt. En die haar vrouwelijkheid er gewoon tegenaan gooit. Bovenal moet je denken. Dus het woord maar, daarmee vraag je de aandacht en je beledigt de vorige spreker. No-go area. Overbodige frases zoals dat zeg je nou wel, skippen. Gewoon inslikken. Jij als verkoper hoort iemand in de ruimte lullen? Laat maar gaan. En heb een vraag. Daar komt hij op neer. Johan Cruijff, de gedoodverfde metafysische voetballer, die zei, als jij de bal hebt en je hebt twee aanvallers, dan is er dus ergens van ons team iemand ongedekt. En waar loopt die? Goed kijken als je voetbalt.
dat is jouw gesprekstechniek. Zo'n woord als tenzij, dat is ook een conjunct, hè? Net als en. Wat je wat mij betreft niet hoeft te zeggen. In het geschreven woord is het een punt. Tenzij je heel ingewikkeld, bla 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 bla. Als je goede toehoorders hebt, dan kan je korte pauzes laten vallen. Dan hoef je het woord en niet te gebruiken. Geachte gemeente. Dank u. En dat kan je dan doen als je op een kansel staat. Want dan zou je het wel moeten doen. Net als degene die het NOS-journaal voorleest. Het zijn lege frasen die die vrouw uitspreekt. Of die man. Of whatever, met een mooie tv erachter. En wat is er nou weer gebeurd? Zo moet jij ook zijn. Ik ga er prat op. Ik ben er trots op. Het was na de scheiding dat ik zonder haar moeder, van mijn kind, naar de verjaardag ging van mijn moeder, haar oma. Ze is helemaal weg van de moeder van mijn moeder. Oma heet ze dus vaak. Mijn moeder. Ik haal het altijd door elkaar. En dat is me goed ook. En ik was daar op die verjaardag en dan is haar familie, dus de familie van mijn moeder, er ook allemaal bij. En die. Ik heb er niet zoveel contact mee. Het is wel heel gezellig hoor, gaan dan lekker allemaal drinken. Maar roken mag je dan niet binnen, laat staan blowen. Ik zou het wel te harde vinden om dan gewoon lekker een joint te roken. Een halve liter whisky erin. En een beetje schaken. Nou, een kampioenschapje. Of we gaan banken. Dat vind ik ook een leuk spel. Hè? Dat werd in mijn familie op. Verjaardagen en toestanden gespeeld. Begonnen de vrouwen altijd. En dat was gokken met centen. En stuivers en dubbeltjes. En die kinderen die kregen ook allemaal geld. Ik had eens een tante die had enorme onderarmen. En zo'n kereltje. Dat was echt Dirk en Desiree. De kereltje was net zo. Volupteus als ik. Gewoon niet dus. En die had een vrouw, man. Echt huge. En die won altijd. Het was een kaartspel. Er werden kaarten uitgedeeld. En dan moest je betalen per kaart. En je rekent jezelf helemaal suf. Regel 1. Leer je kinderen rekenen. En die kinderen die kregen dan muntjes. En die mochten dan ook kaarten kopen. En wordt het uitgedeeld. En wie heeft er dan gewonnen? En de rest gaat naar de bank. En de bank die wisselt dan. Of ik weet niet hoe dat ging. Maar in ieder geval die tante met die grote bovenarmen. Die won altijd. Die had altijd. Die bespeelde die kinderen. Die gaf gewoon wat muntjes aan die kinderen. En die kinderen lekker meespelen. En dan kwam er uiteindelijk zo'n oude sukkel. En die kocht de verkeerde kaarten. Ja, die was al zijn poen kwijt. En die kinderen lachen. Ik ook, hè. Ik heb ook meegespeeld. En ik ging met geld naar huis.
En al die opa's en ooms, die doneerden allemaal. Wat maakte hun dat uit? Ze geven wat geld uit aan de gokpartij. Maar dat vloeit allemaal naar die kinderen toe. Zo kan een verjaardag zijn. Of een nieuwjaarsdag. Gewoon een spelletje spelen. Een geinen. De woonkamer die was helemaal vol met rook. Als daar een alarmmelder had gehangen. Dan... Jeetje, mijn Christus, man. Wat later is ook heel aardig van mijn familie. Dat ze het tegen mijn oma zeiden. En ook tegen mijn opa. Want mijn opa die rookte 2 pakjes Caballero. Van die Caballero sigaretten. Per dag. Of 1,5 of zo. Pafte zichzelf aan me kapot, man. En de arme mensje, dat zat maar in die rook. Nou, onze familie zei, dat kan niet langer. En dan is er een ventilator gemonteerd. Gewoon een glassnijer langsgekomen. Die heeft een rond gat gemaakt in een van die ruiten. Ze hadden wel van die deuren naar de tuin, maar ja, die doe je niet open. Dat is veel te winderig. Een of andere glasnijer heeft er een ding uitgehaald en van die andere gaatjes geboord, ventilator erin gezet. Een kettingtje eraan. Ja, en mijn oma, die konden ze. Dat was bij de. Als je er binnenkwam, had je naar rechts de schommelstoel. En dan in de hoek waar vroeger de kabelradio hing. En dan trok ze een touwtje. En al die zure lucht. Naar buiten. En de frisse lucht, ja, dat was een oude woning, dus overal zitten kieren. En zo'n ventilator zuigt een vacuüm, maar dat stroomt gewoon vanzelf overal naar binnen. En dan krijg je allemaal frisse lucht. Die ventilatorbladen, die zullen na een tijdje wel helemaal geel geworden zijn van de teerresten. Dat denk ik wel. Maar wat maakt dat uit? Maar oma is 90 geworden. En haar oudste dochter, dus de jongste, nee, moet ik zeggen, de eerste. Mijn vader was de oudste en toen kwam zij. En daarna kwam de jongste. Die ik de oudste vind. Dat is ook zo gek. Hè? Ja, terug naar taal. Die stiltes die vallen, laat je vallen. Het allerergste... allergrootste overtreding die je maar kan maken is het 3 keer achter elkaar uitspreken van het woord IK. Een hele foute toepassing van het woord ik is de frase ik heb te zeggen. Je begint de zin met ik. Ik wil daaraan toevoegen. Die kan nog net. Iemand zegt iets en daar ben je het mee eens. Dan wil je daar een laag overheen doen met je woord. Spreek dat woord. Als je eerst zegt, ik wil daaraan toevoegen, dan neem je onnodig taalgebruik.
Maar stel je bent aan het verkopen en je moet die tv verkopen. En die jongen die wil een ongelooflijk grote lalala. En dat meisje heeft zoiets van, nou ik weet niet, ik vind hem wel groot hoor. Waar moet het dan hangen? Maar die jongen moet de deur uit met die flatscreen. Die jongen heeft toch de hele week gewerkt. Die heeft al die stront gegeten. Van die zogenaamde baas. En nou heeft hij gespaard. En nu gaat hij gamen. Met een koptelefoon die ergens op slaat. En een meisje moet natuurlijk naar goede tijden, kwaaie tijden willen kijken. Of Oprah Winfrey. Nou Henk, ik vind het scherm wel een beetje groot hoor. En dan moet je als verkoper aan een meisje vragen van, als hij nou aan de muur gehangen wordt. Met een gordijntje ervoor. Oeh, zegt een meisje. Nou, dat zou ik wel fijn vinden, ja. Want we doen de gordijntjes open en dan gaan we Oprah Winfrey kijken. En daarna weer de gordijntjes dicht. En dan vraag je aan zo'n vrouw van, zou hij een gordijnrail kunnen maken? En dan kijkt ze naar die man en denkt, ja, dat kan hij wel. Ja. En wat voor een gordijntje moet daar dan voor hangen? Wat voor kleur? Oh, zegt ze, goed dat je daarover begint. Want mijn vriendin die liet laatst een dessin zien van een roze achtergrond met zwarte zwaluwen. En dan stap je op die man af en zeg je, nou, kan je een gordijnrail maken? En die man zegt, ja, natuurlijk, klootzak. Ja, dan zijn we de deal rond. Je krijgt die ophangstructuur aan de muur, die krijg je van mij. Dat is gewoon een stukje, wat is het, van een staal. Die vent heeft dus kennelijk een boormachine. Nou, mooi zo. Ding aan de muur. Gordijntje ervoor. Klaar al. Dat is verkopen. En je verkoopt rotzooi. Dat is gewoon zo. Alles wat je verkoopt. Dat is allemaal troep. En je moet het wel. Want er moet gehandeld worden. Het is een samen zijn, jij als verkoper, met je klant. Je kan het bijna een kerk noemen. Er is hier in Arnhem een elektronica winkel. En ik had een kind van 4 jaar oud onder mijn hoede gekregen, zonder afspraak, zonder niks. En ga me niet vertellen dat zij die nacht zonder drugs of alcohol of wiet heeft doorgebracht. Want dat geloof ik gewoon niet. En ze kwam helemaal niet opdagen. En ik zat met het kind van 4 hier in huis. Ik ben met die jongen een dagprogramma begonnen. En vond het belangrijk om even te gaan snuffelen bij de elektronica winkel hier. Ik zal de naam niet noemen. Maar het is wel zo dat ze hebben een uithangbord. En iemand heeft daarvan gemaakt Radio Piep. Vernoemd naar de assistent van dokter Prillewitzkowski van Martin Toonder. Ja, die mensen kunnen geweldig verkopen. Ik kwam binnen met een kleine kindje en wees hem op de verschillende dingen die je daar kan kopen. En ze lieten mij met rust. Als ik aan de toonder kom
En dan zeg ik het heel duidelijk, ik heb dit en dit nodig, maar ik weet dat niet zeker en kan dat wel. En dan gaat die fans met een frons naar mij kijken en die zegt, ja, dat kan wel. En dan heb je twee oplossingen. Die ene is goedkoop, dat kan je willen. En die andere is goed en die kost zoveel. Dat is verkooptechniek. Dus ook jij op jouw verjaardag, jij gaat het allerduurste verkopen. En dat kan je jaren kosten om die boodschap verkocht te krijgen. Want jonge boodschappen, dat geoude hoer op de verjaardag, ik kan er niet zo goed tegen. Hè? Ik kan niet zo goed tegen oppervlakkig. Ik vind het zo jammer dat andere mensen zich te buiten gaan aan taal over het doorgeven van absoluut oninteressante feiten. En waar moet je het over hebben? Ik was ook met mijn moeder. Ze heeft een man. Ik ben hartstikke blij voor die twee. Geen enkel probleem mee. Ik geef mijn moeder altijd een cadeautje. Mag ik hopen dat ze daar tevreden mee is. En zij wilde naar Texel. Met die man ook nog. Die man wilde dat ook. Een grote party geven. Ik zag er zo tegenop. Ik kan niet tegen die oppervlakkigheid. Mijn moeder haat mij. Al vanaf mijn zesde. En dat weet ik wel. En ik neem haar helemaal niks kwalijk. Op het moment dat ik tegen mijn moeder iets zeg wat naar mijn mening waar is. Wordt ze boos. Voor wat? Heb ik het feestje verpest? Ik moet er echt. Ik zit er gewoon in de kleuter fucking klas. En dan was ik daar dus even voor dat Texel-verhaal. Want dat heb ik heel erg elegant opgelost. Want ik ben net als een konijn. Niet te vangen voor één hol. Nou, de eerste verschrikkelijke. Wat ik moeilijk vond. Iedereen was zo druk. Er was niemand van de familie van mijn vader. En die familie van haar, dat zijn hartstikke aardige mensen. Ik heb er niks op tegen. En druk, jongen. En dan oude hoeren over wat er gisteravond op tv was. En mijn punt is, ik kijk helemaal geen tv meer. Vroeger keek ik naar Hill Street Blues. Dat was een flat character comedy met leuke elementen en altijd alles hetzelfde. Dat is iets als Seinfeld. Zo'n Joodse productie. Dat vond ik wel leuk. Maar tv kijken. Nee.
opa, vaders kant, ook over tv kijken. Er waren in die tijd, het is ongelooflijk, hè? Mijn opa was toen in de 80. En mijn oma, die ging altijd om 9:30 naar bed. Want die stond 's morgens om 6:00 op en die wilde 8:00 slapen. Dus van 10 tot 12 is 2 uur. Van 12 tot 6 is 6 uur. En bij elkaar is dat 8:00. En ik met mijn opa. Lekker caballero sigaretten roken. Ik had mijn eigen check bij me. Ik rookte Drum. Geen Samson. Een Samson vond ik vieze check. Ik rookte Drum. Als ik geld had, kocht ik sigaretten. Caballero, net als hij. Maar ook anderen. En ik zat daar met mijn pakje check. Mijn opa met mij inquisitie doen. Hè? Van, hoe gaat het eigenlijk? Hè? Want, oma was naar bed, dus mannentijd. Hè? En geen alcohol. Mijn opa dronk geen alcohol. Echt geen, ja, 2 jenevers per jaar. Hoe gaat het eigenlijk? En ik kreeg er helemaal niet sigaretten. Een slimme, verstandige, eigenwijze, vriendelijke opa. Dat was het. En er waren de officiële kanalen, die waren dan uit. Dan kan je wel je tv aanzetten, maar dan krijg je sneeuw. Witte ruis over de, ja, die kathode straalbuis. Het lijkt dat nergens meer op. Je had geen afstandsbediening in die tijd, hè? En dan zei mijn opa tegen mij, heb je ook gehoord van die illegale uitzendingen die om 3:00 s'nachts beginnen? En ik zo, ja, daar weet ik van. In Wageningen keken we er ook naar. Het was reuze spannend. Er waren de officiële zenders uitgevallen. En op een bepaald tijdstip begon het dan op kanaal nummer 38. Nou, zei mijn opa, ik heb hem ook weten te vinden. Zullen we even kijken? Ik zie, ja, natuurlijk, opa. Man. Oh. Wat een slechte video was dat. Qua kwaliteit dan, hè? En die meisjes die dan zogen, ja. Achteraf weet ik niet wat ik ervan moet denken. Misschien vind ik het eigenlijk wel schattig. In de richting van onschuldig. En dat is jouw techniek. Het maakt je niet uit met wie je praat. Je bent als een enquêteur. Jij hebt vragen. Ik heb gisteren, was dat eergisteren? Dit was gisteren. Nou, ik weet het even niet. Maakt niet uit. Heel kort geleden. Ik sprak een vrouw. Een jonge vrouw. Ik stelde haar een vraag. En die vraag was, hoe vaak, oh ja, dat ging over het draaien van checkjes. Zij rookte sigaretten. Nou, check is goedkoper. Die moet je zelf draaien. En ik zou tegenwoordig, vroeger rookte ik mascottevloe, maar volgens mij krijg je daar longkanker van. Want er zit brandmiddel in.
Dus als ik dan toch Shaq rook, wat je al helemaal niet moet doen, want er zit barstens vol met suiker, maar goed, maakt niet uit. Maar Shaq is goedkoper en dan van die dunne vloer, van die rijstenvloer, zonder chloor erin. Ben je in het zwembad, dan mag je lekker zwemmen, maar genieten van het zwembadwater in je... Chloor heb je, als je chloorbehoefte hebt, ja, ga zout eten. Dan kan je kopen in potjes, dat kost geen drol. Dat natriumchloride. En ga jij er maar vanuit dat het natrium gescheiden wordt van het chloride. En dat natrium, dat is zo'n zacht metaal. Dat, denk ik, goed voor je botten. Allemaal dingen om over na te denken. Heel goed om je bewust te zijn van het dwalen van jouw gedachten. Er is geen huis. Er is geen thuis. Je bent omringd met idioten. Die allemaal op zoek zijn. En je hebt idioten die nog niet de angst ervaren hebben. Die nog nooit bang zijn geweest. Die het begrip angst niet kennen. En die leven erop los. Dat ben jij. Voor zover je naar me luistert en mij goed begrijpt. Ik heb een gesprek gehad in de kroeg met een jongen die heeft gewerkt in het onderwijs. Hij is misbruikt. Seksueel misbruikt. In zijn reet geneukt. De vraag is of de penis van zijn vader door zijn anus heen ging. Of dat hij alleen maar tussen de billetjes van hem heen en weer ging. Om even bij de details stil te staan. En deze keer trof ik hem aan de ronde tafel. En naast hem zat een vriend, die had ik nooit eerder gezien. Die had blond haar. Een mollig was die. En zag er goed uit. Goed gekleed. En hij was verkoopmanager. Ik vertelde hem wat ik wist van de techniek. Hij keek mij verliefd aan. En zei, dat is geld waard. Die jongen die ik eerder had gekend, die deinsde achterover. En die zei, oh nee, niet dat. Ik garandeer je, als jij je onthoudt, van nutteloze vragen. Nutteloze opmerkingen. En nutteloze vragen natuurlijk ook. Ben jij gek geworden? Is een nutteloze vraag. Iedereen is gek. Iedereen knielt voor een beeld. Iedereen wil gevonden worden door de Heer, onze herder. De
En op verjaardagen en feesten en andere samenkomsten in de kerk. God vervloeke de dag dat verjaardagen door de overheid worden afgekondigd. Je moet samen zijn met die andere mensen. Los van de staat. En daarin heb jij die gesprekstechniek van mij nu geleerd. Christus Jezus heeft gezegd: wees een voorbijganger. Er zijn verjaardagen, samenkomsten en niemand is er klaar voor. Ik kan me herinneren dat ik ging vissen totdat mijn moeder dat mij verbood op basis van het christelijk geloof. En ze niet wist dat ik vorens, brasems heb ik ook gevangen en van die andere slijmerige... Ja, die heb ik er allemaal uitgetild. Ik had geen vangnet. Ik liet die beestjes allemaal los. En ik heb uren gevist zonder iets te vangen. En dat maakte mij niet uit. Ik wilde alleen maar vissen. En dan wel zorgvuldig. En dan haal je haakje binnen. En dan is dat broodje eraf. Heb je gewoon de vissen gevoerd. Je dobbeltje ging wel eventjes een beetje omlaag. Ja, die slimme vorentjes, die zaten gewoon om dat haakje heen te eten. Die namen genoegen met een klein beetje. En wat je wil is zo'n happer. Die wil dan zeggen van, deze is van mij. Oep. Ja, en dan heb je hem aan de haak. Dat is de grap. Ik heb ongelooflijk veel vissen gevoerd. Ik denk dat ik meer vissen gevoerd heb dan ze gevangen. Ik ben ook helemaal nat geregend bij het vissen. Dat vond ik helemaal niet erg. Ik vond het woest. Ik voelde me... Ik was aan het vissen. En zo moet jij zijn in jouw gesprekstechniek. Niet stampen op de grond. Dan jaag je de vissen weg. Ik heb het meegemaakt. Het was een verjaardag. Van mijn dochter. Nee, of van haar moeder. Dat weet ik even niet. Het was een verjaardag. Het was van haar moeder. In mei. De kinderen die waren in de gang, er waren er 3 van een jaar of 5 of zo, 6. Die waren aan het spelen met een proppenschieter. En ik hoorde dat gekibbel. Er waren 2 meisjes en 1 jongetje. En dat jongetje wilde zijn gun niet afgeven. Die proppenschieter. Met een uitkomst van 0,3 joule per seconde of whatever. Een kindermikapparaat. Ik hoor dat gekibbel.
En laat dat in eerste instantie gaan. Het laatste wat je moet doen met kinderen is de hele tijd de boel overnemen. Daar krijg je afhankelijke kinderen van en dat is een nadeel als je zo dadelijk 80 bent. Opa, ik heb een probleem. Nee. Ja, en jij ligt daar met een dwarslesie of whatever. Je wil geen afhankelijke kinderen. Je wil zelfstandige kinderen. Dat mag ook duidelijk zijn. Dus ik laat dat gekibbel eventjes doorgaan. En toen werd het mij te langdurig. Niemand hoorde het, overigens. Ik wel. Ik kan op twee plaatsen tegelijkertijd zijn. Dat is een kunst, denk ik. En ik liep op mijn kousenvoeten naar de gang. En zag die kinderen inderdaad kibbelen om het pistool. Nee, een geweer was het. Dus met een lange loop. Dat was €2,50. Met gele balletjes. En dan niet van die harde balletjes, maar een beetje softball. Je hoefde geen veiligheidsbril op. Nou, en die kinderen in discussie. En wat ik toen deed, was dat ik in kleermakers zit, op de grond. Mezelf verlagen tot het niveau van die kinderen. En ik vraag aan mijn dochter, wat is hier aan de hand? En mijn dochter legde mij uit. Nou, het spel was, je mag 3 keer schieten en dan de volgende. Oké, lijkt mij prima. Dat is een mooi spel. Dat was een plastic bekertje ergens, dan moest je omver schieten of zoiets. Ik zei, wat is het probleem dan? Nou, dat jongetje dacht dat je... Als je 3 keer raak had geschoten, dan zou de volgende het geweer mogen krijgen. Dus eerst 3 keer raak schieten. Ik dat jongetje gevraagd. En het bleek zo te zijn. Ik vertel tegen dat jongetje, nee, je hebt het fout. Het is 3 keer schieten en dan de volgende. Oh, zei dat jongetje. Nou, oké. Want dat jongetje wilde ook graag schieten. Het is gewoon 3 keer schieten en dan de volgende. Toen begreep dat jongetje dat spelletje, dacht ik. En ik bleef even zitten om te kijken of hij het spelletje begreep. En dat was ook zo. En dan moet ik een heel rondje laten draaien. Want er was nog een ander meisje bij. En die kon het ook wel, hoor. Ik stond op het punt om op te staan... En terug te gaan naar die oude lui die niet eens gehoord hadden. Komt die moeder binnendenderen in de gang. Die heeft een marmeren vloer en zij prefereert om niet te lopen op sokken of whatever. Maar stampen. Cowboylaarzen aan. En ze schreeuwt tegen 4 mensen die onder haar zijn. Want ik zat op de grond en die kinderen ook. Schreeuwt ze, wat is hier aan de hand? Dat is geen gesprekstechniek.
Dat is gewoon dom gedrag. Dat is jezelf laten gelden. Ten koste wat het kost, want jij bent helemaal over de zeik. Je bent als die chagrijnige verkoper die in de gaten heeft dat hij niet heeft goed opgelet. En die klanten lopen de deur uit. Ja, dan kan je wel gaan lopen roepen. Kom terug, mofo. Ik laat even een stilte vallen. En je gesprekstechniek, heel belangrijk bij het lichamelijk aanwezig zijn. Ik heb het net gehad over telefoongesprekken. Hoe zorgvuldig je moet zijn op dat moment met je stem, geluid. En bij het persoonlijke contact, zoals Al Bundy als schoenverkoper, dan heb je jouw lichaam. En houd dat in de gaten. Een klant op een verjaardag, iemand die maakt een opmerking en je hebt de neiging om je armen over elkaar heen te slaan, je benen te sluiten. Dat mag hoor, dat is geen probleem. En dan deel je niet mee aan het gesprek. Dan sluit je jezelf af. En dat kan. Misschien moet je naar het toilet. Even pissig zijn. En daarna ga je weer door. Dat betekent je armen van elkaar, je handpalmen omhoog, je knieën van elkaar lichtjes. Niet als die actrice in, maar die Nederlandse regisseur. Die doet dan zo haar knieën van elkaar en dan blijkt ze geen slipje aan te hebben. Iets met instinct, basic instinct. Nou, dat niet. Gewoon losjes je knieën van elkaar. Je voeten goed op de grond. En je handen met je handpalmen omhoog. En je schouders gewoon rustig. Niet achterover hangen. En niet naar voren buigen. Maar zitten. Dat is je houding. En je wordt er doodmoe van als je dat verplicht moet doen. Dat heb ik gedaan. In het kader van een verkooptrainingscursus ellende. Dat is doodvermoeiend. Als je het vaker doet, wordt het makkelijker. En wordt het jouw standaard houding. En word je overtuigend in je woord. En dan kan je zeggen, ja, maar ik weet vaak niks te zeggen. Nou, dan hou je gewoon je mond. En je houdt die lichaamshouding aan. Al die mensen om jou heen. Die zijn op zoek naar de waarheid. Er zijn nog enkelingen die beweren, ja, maar de waarheid die is bij het NOS Journaal. Of bij Netflix. Dat zijn enkelingen. En ze weten zelf ook dat het nergens op slaat. Het gaat erom dat als wij bij elkaar komen,
dat we elkander vertellen van dat wat er aan de hand is. En als iemand naar jouw mening onzin praat, dan heb jij een vraag. En daarmee controleer jij het gesprek. Goed luisteren. Goed kijken. De armoede onder ogen zien. Het is de enige weg. En jij mag dat. Bij ieder verjaardagsfeest, iedere circusbijeenkomst, ellende, naar het toneel, voorstelling gaan. Met z'n allen gaan kijken naar een vieze DVD, sorry. Een begrafenis. Dat is ook zo'n mooi moment. Om te luisteren. En te kijken. Het gaat om de levende. Dat weten we toch. Ik zeg toch omdat wij dat al heel erg lang weten. Dat het gaat om de levende. Dus als ik zeg, dat weten we, was dat voldoende geweest. Ik had geen toch hoeven te zeggen. Behalve dat ik jullie een klein beetje probeer te kietelen met dat woord toch. Weten jullie het wel? Hoe mooi jullie zijn. De mooiste mensen vind ik de mensen die zich beseffen wat voor puinhoop het is. Ik ken een man, ja, hij is inmiddels overleden. Iedereen noemde hem zo gek als een deur. Behalve ik. Hij hield niet van eten. Ik zat met hem in Café de Wacht. En hij had een broodje teuner. Van een geitenvlees, of wat is dat? Hij nam een hap van het broodje. En zijn tanden. Ja, een tandarts, die had daar een kunstgebit. En dan moeten ze gaten gaan boren en wat plastic erin gaan schroeven. Dat hebben ze bij mij ook gedaan trouwens. Ik ben geen haar beter dan hij. Maar die tanden van hem waren echt blauw-zwart. Hij zei, ik hou niet van eten. Ik vind het vies. Ik kan me dat voorstellen. Ik eet ook maar één keer per dag. Zo. Je moet ontzettend je best doen om iets lekker te laten smaken. Als je goed proeft. Hè? Als je gewoon alles wegslokt.
En dan maakt het je niet uit. Dan ben je net als een koe. Gewoon een poepproductie. Voor die man had ik respect. Want hij had respect voor mij. Hij bleek miljonair te zijn. En voor de rest woonde die bij... Ja, van adres naar adres. Net als alleen op de wereld. Hij belandde bij het Rijksinstituut Begeleid Wonen. Het RIBW. Hij was ook zo gek als een deur. En eerlijk. Die man had een inzicht... Hij dronk niet zoveel. Als hij wild ging, dronk hij cola, denk ik. En hij rookte krettige sigaretten. Krettige, dat kruid ellende. Iedereen kanker in de kroeg, man. Wat stinkt het hier naar krettige? Jezus, wat een stelletje homo's zijn jullie. Ze zitten daar half zware check te paffen, zware check te paffen, met wiet erin, hash erin, en dat mag allemaal. En iemand rookt een krettig sigaret en dan gaan we lopen kankeren. Ik had een parkruk moeten pakken en die man een gebroken rug moeten bezorgen. Maar dat heb ik niet gedaan, want ik weet van gesprekstechnieken. Hij sprak heel zorgvuldig. Het was een avond, die tent ging dicht, sorry voor mijn stotter. We zouden afscheid nemen. En aan de overkant van de steeg stond een groepje meisjes bij de fietsen. Ik was voorbij de 50, hij ook. En hij zei, zie je hoe ze hun handen door hun haren halen? Ik keek naar die meisjes, jonge vrouw. En zei ja. Hij zei, zij zoeken contact. Hij kon het zien. Ik keek naar die meisjes en dacht, ja, volgens mij heeft hij gelijk. Niemand durft het. Ik durf ook niet op die meisjes af te stappen en te zeggen... Hallo. En die meisjes durven ook niet op ons af te stappen. Om te zeggen, hallo. Niemand vertrouwt elkander. Want iedereen praat. Bullcrap. Onhandige mind controllers. De mind is het stuk van jouw lichamelijkheid die tot denken, ja, hoe moet je zeggen? Jij bent voor op je lichaam. Het is je lichaam dat jou volgt. En dat fenomeen, dat noemen wij de ziel. En hoe lang volgt jouw lichaam jou? Ja, tot aan je dood, dacht ik.
En op het moment dat je doodgaat, heeft jouw ziel geen enkele zin. Want voor welk lichaam moet die ziel gaan zorgen? Als je mij niet gelooft, dan ga je dan maar kijken naar die film The Mummy. Het is een Britse film. Jij hebt een ding, daar ben jij je bewust van. En zo niet, dan ga je daar maar naar op zoek. Word een beetje zielig. Meld je morgen ziek. Niet dat ik de samenleving plat wil leggen, maar dat ik tegen jou zeg, word een beetje zielig. Zeg het maar gewoon. Oh, ik voel me niet zo lekker. Ik ben depressief. Ja, doe het. Wat denk je dat ze de watertoevoer gaan afsluiten hier in Arnhem? Echt niet. Ze hebben een plan klaar om die eilanden die we gelegd hebben in het IJsselmeer, om die onder water te gaan leggen. Dat plan hebben ze klaar. Ook bommen op Den Haag zijn ze ook toebereid. En de Alexanderpolder opblazen, dat doen ze ook nog een keer. Het is zo makkelijk, hè? Gewoon een bom in een dijk. Die plannen zijn al klaar. Leer mij de katholieken kennen. Maar jij en ik hebben daar niks mee te maken. Dus mijn moeder die woont in Almere. Dat is 6 meter onder de IJsselmeerspiegel. En you believe me, dat wordt uiteindelijk de zeespiegels. Ze hebben die afsluitdijk daar hangen. Maar die IJssel die komt er ook iedere keer aan. Daarom heet het ook het IJsselmeer. Als daar een dijk breekt... Zo had ik net al. Dat doen ze hoor. We hebben die MH17 gehad, maar die dijk daar, die blazen ze zo op. De oorlog van de overheid tegen ons. En mijn moeder, ja, dat zal wel de Heilige Geest geweest zijn. Maar die heeft een man en die houdt van vissen en bootje varen. Dus die heeft opblaasboten. Heel handig uitklapapparaat. Een soort Noah. Mijn moeder overleeft het wel. Als ze die dijken opblazen. En daarin zitten we. Dagelijks op het nieuws. Het bommen op Irak. Of wat is het nou weer? En wij dan? Nou, wij hebben alleen maar te letten op onze taal. En je hebt toch een boodschap, of niet? Elke keer dat je andere mensen tegenkomt, ga je alleen maar vertellen dat jij een product hebt of een dienst. Gewoon een verkoper. Met je blote billen op het podium. Dan maak je tenminste indruk. En je onthoudt je van die onnodige zinnen. Alleen maar zeggen waarvan je denkt van nou deze... En dan kijk je naar de reactie. Dan luister je naar de reactie. Maar ook kijken. Je hebt 2 ogen en 2 oren.
En die parfum van Tante Gerda, ja, daar adapteer je wel aan. Die ruik je op een bepaald moment niet meer. Maar je ogen en je oren, heel belangrijk. En doorzetten. En als jij een punt bereikt hebt, dan ga je echt zeggen, sorry dat ik echt zei, dat is ook zo'n woord, hè? Skappen, skippen, schrappen. Echt. Wat is de betekenis van het woord echt? Dan ga je zeggen, ik heb gelijk. Dus. Dus is ook zo'n woord. Maar dat kan je er wel in doen. Gewoon om het zout in de wonden te wrijven. Dus, zeg je dan. En voor de rest niet. Niet als je bezig bent met jouw betoog. Want jij bent ontvankelijk. Je bent een luisteraar. En dus, dat drink je maar in je hoofd. Ja, maar dan laat ik een pauze vallen. En ik kan een ander ingrepen. Laten gebeuren, gewoon. Train jezelf in het verkopen. Train jezelf in die gesprekstechniek. Het is gevaarlijk wat ik zeg. Want ik leer jullie om met een zwaard te gaan meppen. Dan ga je mensen onthoofden. In de beginnen was het woord. En het woord was God. En het woord was bij God. Je spreekt, je laat pauzes vallen. Je stelt vragen bij chaos. Dat is alles. Dat is jouw gesprekstechniek. En voor de rest kijk je in de ronde, zoals ik dan, met mijn alcohol. Hoe moet ik dat zeggen? Ik vind alcohol grappig. Rooibos thee vind ik ook goed. En ben ik op zoek naar. Bowl is ook lekker. Af en toe een boterhammetje met eiersalade. En vooral je mond houden. En observeren. Want je hebt van mij gehoord dat alles zit in de observatie. En controleren. Want je kan ook te snel concluderen. Iemand zegt iets. En dan denk je, oh, maar dat is een haatdragende homo. Of zo. Gewoon laten komen. En nog meer feiten vragen. Dat mag, hè. Als iemand zegt iets totaal belachelijks. En dan stel je een serieuze vraag. Iemand zegt, ik vind Geert Wilders een positieve bijdrage leveren voor de Marokkanen. Dan kan je opzeggen waarom. Dat is een opening. Beter is het dat je al wist dat zo'n opmerking zou komen. En dat je komt met iets over Marokkanen en tomaten. Want Marokkanen kunnen tomaten laten groeien waar jij het niet kan.
En couscous. Ja, wij hebben nooit couscous uitgevonden. Laten we eerlijk zijn. En is couscous te eten? Ja. Vind ik wel. Dat is jouw gesprekstechniek. En je wordt beledigd als verkoper. En dat draag je. Dat heeft niks met jou te maken. Jij onthoudt je van vieze woorden. Van nodeloze frazen. En je observeert. Want jij bent een kind van God. Je bent geen kind van mij. Mijn eigen dochter is niet een kind van mij. Ik ben verantwoordelijk geweest voor haar. Zij is niet mijn eigendom. Mijn moeder ook niet. Mijn zus ook niet. Wij zijn kinderen van God. En het woord heeft alleen maar zin als het de waarheid betreft. Tenzij je grapjes maakt. En denk goed na over je grappen. Het woord ja maar is nog erger. Dat lijkt op jammer. Dat moet je niet zeggen. Dank jullie wel voor het luisteren naar dit ingewikkelde verhaal over gesprekstechniek. Samenvattend. Niet een ander in de rede vallen. Nadenken over je volgende vraag. Antwoord geven op een vraag. Zo eerlijk mogelijk. Je onthouden van nutteloze. Ja, maar ik denk, en nu je dat zegt. Wil ik wel eventjes tot gedachten komen. Je lijkt Vladimir Poetin wel. Die kan er ook wat van, hoor. En Jan-Peter Balkenende ook. Maar jij hoeft dat toch niet te doen. En dan weet je niet precies van die en dat en het en het. De man, de vrouw, het kind. Je bent niet daarin opgevoed. Dan nog. Ik ken mensen die zijn Spaans opgevoed. Die praten perfect. Alleen maar dat wat ze te zeggen hebben. En voor de rest luisteren ze. En spreken nog iets van lijkt op Nederlands ook. Dus dank jullie wel voor dit luisteren naar de techniek van het spreken. En op zijn hamburgers zag ik tjus en dag lievers.